We beginnen met de vaststelling dat er in de Europese professionele sleepvisserij flink wat bovengehaalde vis weer overboord wordt gegooid. Er zijn mensen, zoals de groep rond de Fish Fight campagne, die beweren dat de teruggegooide vis van de eerste tot de laatste sterft. Ofwel zijn de vissen al dood voor ze in het water belanden, of ze sterven wat later door hun kwetsuren of als makkelijke prooi. Andere mensen zijn ervan overtuigd dat teruggooi wel degelijk zin heeft bij bepaalde vissoorten. Sommige vissoorten zijn sterk genoeg om het avontuur te overleven, zelfs lang genoeg om te paaien. Het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid is op het vlak van teruggooi recent hervormd geweest. Europa dicteert nu een gefaseerd verbod op teruggooi. Op die manier, redeneert Europa, worden de vloten gestimuleerd om meer selectieve visserijtechnieken te gaan gebruiken. Maar men houdt wel de deur op een kier. Als kan worden aangetoond dat er bij bepaalde vissoorten toch een hoge overlevingskans is voor de teruggegooide exemplaren, dan zou er een uitzondering kunnen komen op de aanlandingsverplichting van dat deel van de bijvangst. In Oostende, België, testen de wetenschappers in het Instituut voor Visserij- en Landbouwonderzoek, ILVO, precies daarom de overlevingskans bij teruggooi van een aantal platvissoorten die voor de Belgische vloot commercieel belangrijk zijn. it gaat om school, tong en schar. So the, the fishing sector approached Ilvo and asked whether you know, you can provide this kind of scientific support in this uh, research. And if you want to say something of the overall survival of placed discards in the beam trawl fishery, you have to conceive data for a lot of uh, individuals. To say on a, on a scale. Vaststellen of een vis het al dan niet overleeft, daarvoor bestaan er al verschillende methoden. Je kan de vis bijvoorbeeld even in een watertank op het vaartuig houden, of ze tijken voor teruggooi. Een andere, misschien goedkopere en snellere methode is dat je de levenskans, de vitaliteit zeg maar, van de vis test aan de hand van een paar uitgekiende reflextesten. Het is de Amerikaan Michael Davis die zulke methode bedacht, de Reflex Action Mortality Predictor, kortweg RAMP. De onderzoekers van Ilvo gebruiken deze methode, aangepast aan de Europese platvissen, om de overlevingskans van teruggegooide vis te voorspellen. So the idea behind the reflex is what we as humans experience sometimes when you go to a doctor and you get a knock on your knee or your elbow and you uh, respond to it without really thinking about it and you find that for fish and other organisms you find these similar kind of response patterns now by testing different kind of reflexes you will possibly pick up if a fish is not very healthy and if Eerst moet duidelijk zijn wat een normale reflexreactie is bij een doorsnee gezonde, niet gestresseerde Europese platvis. Die zal bijvoorbeeld proberen weg te zwemmen als iemand hem bij de staart vasthoudt. Een uitgeputte of gewonde vis toont die responsreactie wellicht niet, omdat hij misschien al te veel verzwakt is. Wat de ILVO wetenschappers willen weten is hoeveel en welke niet meer aanwezige reflexen er overeen komen met een hoge kans op sterfte. Als je een sterke correlatie hebt tussen het gemeten verzwakkingsniveau van je vis en zijn spoedige dood, dan kan je alleen met de reflexmeting ook een voorspelling maken van de overlevingskans van de vis. En als je de methode vervolgens lang genoeg toepast dat je heel veel cijfers verzamelt, dan kan je op de duur een betrouwbare uitspraak doen over de zin of onzin van teruggooien. En die uitspraak kan misschien wel een win-win worden voor de Noordzeevissers en voor de vispopulaties.